Het is niet omdat je geen bedrijfsaccount erop kan maken dat je Clubhouse niet kan gebruiken om je eigen expertise in de verf te zetten. Om te laten zien van, dit is mijn topic. Nu, jongens en meisjes, dit is echt mijn topic. Ik weet waarover ik praat en ik ga daar in rooms over vertellen. Misschien in eigen rooms, maar ook in andere rooms. Omdat dat topic u aan het hart ligt of omdat je daar echt gepassioneerd door bent. Dus het is ook echt wel een opportuniteit om dat te gaan gebruiken. Want mensen horen u praten. Het is gratis. Je moet daar niet door geïnviteerd worden door andere mensen of door media allerhande. Je kan perfect zelf een room hosten en over uw topic beginnen te spreken. Je kan dat in het begin echt enorm low-key houden. Je mag het effectief wel gebruiken om uw mening en uw kennis om dat in de verf te zetten. Zoals dat het hier staat, hè? Vergroot uw expertise en toon uzelf. Dus het is ook wel een perfecte vorm van personal branding eigenlijk. Wat dat er ook wel voor zorgt, vandaag de dag zien we een enorm overaanbod van verschillende media en platformen. Wat dat maakt dat als je elke keer over hetzelfde topic je expertise komt delen, dat je on top of mind bij mensen gaat zijn. En dat is vandaag heel belangrijk. Want het is niet noodzakelijk omdat ze vandaag het probleem dat jij oplost niet hebben, dat ze dat misschien niet volgende week of volgend jaar hebben. En als ze dan gewoon direct weten van, oh, wacht eens, maar ik heb iemand die dat ik daar al heel veel heb horen over spreken of heel veel heb horen schrijven of ik heb die al op verschillende media gezien. Dat is gewoon een veel gemakkelijkere manier om mensen, potentiële klanten, leads tot bij u te krijgen. Omdat ze weten, ze denken aan dat topic en ze associëren dat met u. En daar liggen, daar liggen eigenlijk de kansen op Clubhouse.